Kijk, en als je hem gewoon zo plat houdt, kan je hem zo erin steken. Ja. Zie? Wij maken de armbandjes. Het zijn armbandjes om geld op te halen. Kijk, je hebt al zo'n armbandje. En om de herinnering aan zo'n mees levend te houden. Mees is een hele vrolijke jongen, heel lief, zorgzaam. Ook wel een beetje ons stuiterballetje, Jules. Een beetje onze druktemaker. En ook gezond, ja. Ja, zover wij wisten. Maar Mees werd vorig jaar van de een op de andere dag ernstig ziek. Hij blijkt acute leukemie te hebben en wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er stond ineens 16 man om zijn bed heen op de spoedeisende hulp. En dan denk je wel, wat is dit voor slechte film? Na een paar weken op de IC lijkt het iets beter te gaan. Maar dan wordt Mees toch weer zieker. Waardoor er eigenlijk op 9 januari tegen ons is gezegd van ja, weet je, als Mees niks meer binnen kan houden en de medicijnen niet meer helpen en er steeds meer bijwerkingen komen, dan is het medicijnkastje leeg. En toen is Mees uiteindelijk op 11 januari overleden. Het zusje van Mees, Shu, bedacht een tijdje geleden het idee om armbandjes te gaan verkopen tegen kinderkanker. Al is het maar om anderen te helpen. En nu weet je eigenlijk zelf als geen ander hoe nodig het is dat er, nou ja, dat er onderzoek wordt gedaan, dat die kinderen worden geholpen. Dit zou niet moeten.